Yo. Hey yo, what's up allemaal? Welkom bij weer een nieuwe vlogboek. En het is zondag en gisteren heb ik niet geüpload en holy shit, wat viel er veel druk van me af. Ik heb natuurlijk vrijdag het besluit genomen om niet dagelijks meer door te gaan. En ik vind het een goed besluit. Het idee was om zaterdag dan te gaan uploaden. Maar omdat ik voor vandaag eigenlijk al plannen had, dacht ik, weet je wat, ik doe het gewoon niet morgen, maar zondag. Dus ja, het plan was vandaag om Truth or Dare te doen. Alleen, nu heb ik eigenlijk amper Truth or Dares gekregen. Er waren een paar ingestuurd. Truth or Dares ingestuurd. Deze waren best wel bijzonder. En wil ik eigenlijk ook nog wel een andere keertje doen, maar niet deze video. Ik wil er wel eventjes eentje voorlezen, want die is wel een beetje apart. Hier komt die. Truth or Dare. Ooit een rauw ei gegeten met poedersuiker. Nu weet ik niet zeker of dit nou een dare is of een truth, want nee, dit heb ik nog nooit gedaan. Nee, dit ben ik ook niet van plan. Als je me wil zien gaan kotsen, dan moet je dat ook vooral niet nog een keer zeggen. Wil ik namelijk niet. Dat soort dingen ga ik niet proberen. Ik hou het leuk en beschaafd, oké? Maar ja, omdat ik nu dus niet elke dag meer hoef te uploaden, heb ik wat meer tijd om truth or dares ook echt te gaan doen. En als je zegt van, ga in het centrum naast iemand zitten, pak diegene zijn hand en dat soort dingen. Daar heb ik nu tijd voor om op zaterdag dat soort dingen te filmen. Dus vandaar deze kortere video, want ik wil namelijk aan jullie echte truth or dares vragen. En truth kan ik natuurlijk gewoon lekker beantwoorden hier. En dares, ja, die moet ik gewoon doen. Nogmaals, ik ga niet alles doen, maar ik wil wel zoveel mogelijk doen. Ik denk namelijk dat dit een heel leuk concept is. Zo kunnen jullie mij beter leren kennen met de truths. En zo kunnen jullie mij voor gek zetten met de dares. Dus ja, naast dat, morgen komt er natuurlijk ook weer een video. Want morgen is het maandag. En daarna gaan we gewoon kijken hoe het doorgaat en doorgaat. En dat zien we dan wel. Maar zet dus even al je truths and dares even hier beneden. Je mag er 10 doen. Je mag er ook eentje doen. En je mag er zelfs 70 doen. Ik zweer het, het mag allemaal. Dus ja, dat is het dan voor vandaag. En volgende week, ja, dat wordt dan bijzonder. Ik wil jullie nog wel bedanken voor de goede steun en comments onder mijn laatste video. Het heeft mij echt wel geholpen en ik vind het heel fijn dat jullie ook zo actief dan willen reageren. Dus thank jullie. En dan valt er natuurlijk nog maar één ding te zeggen en dat is like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.